Wekelijks kun je in de Harlinger Courant de rubriek De Ondernemer lezen. Dit keer gaat het over Wim Kroon. Voor deze foto moest Joachim de Ruiter de nodige toeren uithalen. Samen waren we welkom bij Wim Kroon in een van de 6 windmolens waarvan hij de eigenaar is. Ook is hij akkerbouwer en verbouwt alles met zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Voor onze veiligheid wordt de molen even stilgezet. Staat die stil? Het is gelukt, de molen staat stil. We gaan 60 meter de hoogte in. Gelukkig tegenwoordig het grootste deel met de lift. Dit is de generator, dit is de dynamo van het geheel, net als de fietsdynamo. Ja. Hier zit geen tapwielkast in meer. Net zo. Die andere zat zo'n grote kast in. Ja, precies. Dit is eigenlijk de hele molen. De hele stroomgenerator. De windmolens leveren zo'n 65 miljoen kilowatt per jaar op. Dat is genoeg groene energie voor alle inwoners van Harlingen en Franeker. Kortom, met deze groene stroom een enorme CO2 en stikstofreductie. Voor de foto gaat het luik open. En dan hebben we een spectaculair uitzicht over de Rietpolder bij Midlum en het akkerbouwbedrijf van Wim Kroon. Deze wiek heeft een lengte van 35 meter. Nou, heel bijzonder gezicht hoor. Ja, kan ik mijn landerij ook weer even mogen. Het waait hier altijd. Het waait hier echt altijd. Geweldig. Mooi hoor. Het fotomoment. Ah, leuk. Wim, bedankt voor deze bijzondere excursie. Graag gedaan. Indrukwekkend. Mooi. Heel mooi deze windkrachtenergie in Harlingen. Hey. Mooi, de helmkanaal, we zijn beneden. Goed zo, veilig en al geland. Veilig en al geland. Er wordt gezegd dat niemand kan leven van de wind. Maar dit blijkt niet helemaal zo te zijn. In 2009 hebben Wim en Ali Kroon het initiatief genomen een gedeelte van de opbrengsten van hun windmolens ter beschikking te stellen aan de inwoners van Midlum. Op 11 december 2009 is de steunstichting De Rietpolder opgericht. Het was een hoog en bijzonder bezoek aan het bedrijf van Wim Kroon.